kijk, ze net Pasha Bellos Next Gen Tryouts, maar ook bij de tryouts is het publiek actief, man, joh. Laten zien dat ze gewoon horen in het volgende seizoen. En het publiek, de jury aan mijn rechterkant gaat het bepalen, man. Klopt dan? Ik ben King. Yes, sir. De rapper aan mijn rechterkant, stel je dan voor? Yes, Jansen Krokker in Nijmegen. Yeah. That's it. Ja, yeah. Vasilev Kortrijk, 19 jaar. Oké, dan. Jullie krijgen allebei één rol om zichzelf te bewijzen. Hij koos ervoor om te beginnen. Dus ja, als jullie een beetje love geven, gaat het klappen, man. Let's go. Jansel Krokker, dan moet je niet meer fokken. Je oogst je een oorvijg als je me waagt uit te lokken. En met je huidige tongval vraag je bespot te worden. Dus je laat me geen keus. Ik pak je bij de neus van je oostblokhoofd en verklaar hem onafhankelijk. Mosovo. Ik ben even aan liegen, maar zelf gaat je bullshit. Letterlijk zeg je in een track van je... Ik ben de goedste. En als je eten in het mond stopt, kun je uit het mond poepen. Okay. Luister eens goed, je bent slecht, barmatig en verbazend zwak. Je komt nepper dan een panda in een paringsdans. Je bent nepper dan een badslipper van Adipas. Dus of je liegt dat je barst, of het ontbreekt je aan zelfkennis. Mijn chick zegt wel eens, kom echt... Of kom niet. Kom jij echt tekort, vriend? Kijk op de klok. Tijd dat je stopt. Je grijpt enkel rot als zo'n code die je voor een registratie op een website moet kopiëren om je mens zijn te verifiëren. Je grijpt enkel rot, ik heb je feilloos kapot. Dus mijn nagel aan je doodskist is scherp als snijders een vlijmscherpe schot of een bijtende stof. Vertraag wat ik zei, je bijt in het stof. Ik ben kantjes als zijde en jij bent de klos. Uiteindelijk eis je het zij in de top en kijk nog eens om. Water weerkaast de reeds rijzende zon. En Vasilev, drijvend als lijk in een ton. Kent iedereen Biggie? Nee. Nee, ken jij Biggie? Ja. Hij heeft deze battle eerlijk gemaakt. You're nobody till somebody kills you. Dus na deze battle krijg jij ook een naam. Er is zoveel te zeggen over jou. Als mijn naam Einde was, ben ik met jou nog niet klaar. In Bulgarije, ik leefde van de landbouw daar. Maar jij lijkt op een jager slash voedselverzamelaar. Geschiedenis baars. Als woorden messen waren, had het van mij snee en had het van jou sneeuw. Dit is geen deur voor jou. Je hebt zielige puntjes, zielige delivery. Je brengt mij een zielige humeur. Zie je hoe verdrietig ik ben? Als je het verdriet ziet in mijn ogen, is het omdat ik hem moet vermoorden. En alleen voor mij gaat de deur open. Ik ben wat gebeurt als je het has laat lopen. Want ik laat nu jullie bodybags achter zoals Joden. Geschiedenis. Ja. Beter worden dan mij wordt nooit van jou verlanglijst gecheckt. Je battelt omdat je geen geld voor de inhang hebt. Zelfs de voorverkoop was te duur en nu ben je hier gratis. Toch zal je betalen, want jouw boete is mijn prestatie. Wat is er met jou geworden? Ik steel een lijn van je ouders. Ik moet toegeven dat ik jou niet echt graag zie. Dank. We gaan naar de jury, Kloppie. What's good? Ja, nou, begin met jou. Jansel Krokker. Jansel Krokker, sorry. Ja, fucking dope, man. Was heel tof. Je hebt een hele leuke wordplay, maar die weet je ook nog in een bar te verpakken. Weet je, sommige mensen komen niet verder volgen. Ik wil waterstofzorm, zou ik weet je. Dat je denkt, ja, oké, leuk dat je met woorden speelt. Maar jij maakt ook echt een bar van die ergens op slaat. Heel tof. Je delivery, hij is niet heel agressief. Hij is zelfs een beetje timide. Maar dat werkt denk ik wel voor wie jij bent en wat je doet. Dus ja, ik wil je absoluut in Ponsjaf zien, man. Absoluut. Op zich gewoon goed gedaan. Oh, sorry, neem me niet kwalijk. Op zich gewoon goed gedaan. Ik mis bij jou wel een beetje de humor en de wordplay. Het gaat niet heel diep. Je zoekt wel de Engels op of ik denk van die kan je nog iets verder ontwikkelen. Ik vond het, normaal zou ik 5 geven, maar ja, ik vond het net niet goed genoeg om je nu echt bij de top van de league te plaatsen. Ja, daar heb ik even aan te vragen. Ik wil de top bij te laten.
Maar ik vind wel een oké bachelor, want ik denk als je gewoon blijft ontwikkelen dat je een heel eind komt. Maar ja, ik vond het gewoon nu net niet genoeg, dus ik ga nee geven, sorry. Ja. Ja, Kroker, met een woord voor gegeven. Jensel Kroker, heet je ook echt zo? Nee, het is een guy uit Fairy Old Parents, die kent die ene uit de leraar. Nee. Ik heb het gevoel dat je uit de spiegel keek en dacht Jensel Kroker past me. Niks mis mee, maar dat is alleen maar goed. Ja, ik vond het tof. Je kan heel veel dingen. Je zei, wat zei ik nou voor oorvijg? Ja, een oorvijg. Ja, ja, maar je zei iets waar ik dacht van wauw, iemand gebruikt het woord. Een oorvijg oogsten. Ik heb nog nooit iemand dat woord zeggen. Maar ook dat past bij de naam Jensel Kroker. Dus en het einde, zeg maar. We hadden het daar straks over dat we spoken word echt fucking saai en kut vinden. En jij doet aan het einde zeg maar iets wat lijkt op spoken word. Door de, we hadden het precies over de maan, de zesde tak en dit. Ja. Maar jij deed het op zo'n manier dat het een dis was. Dus dat vond ik echt super cool. Dus voor mij is dat een ja. In jouw geval, je hebt inderdaad 2 of 3 bars, dat vond ik dan doen, de bodybags achter, maar als je het vast over laat staan, niks ten nadele van de inhoud dat ik dat dan leuk vind. Maar dat vond ik een goede bar. Het was nog een andere die ik goed vond, maar inderdaad, ik geef hem halverwege weten of je een soort van even niet meer aankomt wat er gebeurde en je soort van dacht van, nou, ik pijn mezelf, maar dat valt er niet op. Dus tot op dat moment vond ik het cool, maar ook net niet genoeg. Maar voor de rest wel. Ja, nee. Ja, vorig seizoen hadden we waarschijnlijk een twijfel gehad, maar we hebben de lat iets hoger zitten in het seizoen, dus ik probeer het volgend seizoen nog eens wat te zeggen. Dus ja en nee man, ik geef het ook voorbij de heren. En stem op je app, abonneer, like en deel sowieso man. Check de volgende keer.